700.000 mensen in 130 landen doen er al aan mee. Bookcrossing. Het uitwisselen van boeken en die boeken dan volgen op hun reis langs nieuwe lezers. En het boek der boeken hoort daar vast ook bij. Afgelopen donderdag was er een bijeenkomst van bookcrossers in de boekhandel in Beekbergen. Verheugde gezichten als er een nieuwe voorraad doorgeefboeken wordt uitgesteld. En natuurlijk veel praten over boeken. Bookcrossing bestaat uit heel veel aspecten. Het ene is natuurlijk ontzettend leuk met elkaar over boeken hebben. Een ander aspect is het jagen en het zoekaspect. Mensen laten boeken ergens achter. Je krijgt een berichtje in je e-mailbox van dat en dat boek kun je daar en daar vinden. En dan ga je op zoek en dan ga je kijken of je dat boek kan ophalen. En dat is leuk. De doorgeefboeken zijn allemaal voorzien van een uniek nummer. Daarmee is de reis van het boek langs de verschillende lezers via internet te volgen. Ja, ik had laatst een boek die kwam uiteindelijk op een camping in Frankrijk terecht. En iemand had hem weer meegenomen na de vakantie naar Nederland. Die vond het geweldig dat ze een Nederlands boek op een Franse camping had gevonden. Nou, dat zijn leuke verhalen. Mevrouw, zit er iets bij van uw gading? Nou, vast wel. Ik denk het wel. Ik ga even kijken. Ik kom net binnen, dus ik ben benieuwd. Nou, een speciaal boek op zoek? Nou, mijn hobby is koken, dus ik kijk eerst of er een kookboek bij zit. Nee, die geef jij niet door natuurlijk. Wat hoorde ik nou? Snode plannetjes om boeken te onttrekken aan het bookcrossingverkeer? Ja, maar dat is zo'n kook van haar, dus dat boek geeft ze niet weer terug. Zijn jullie niet bang dat hier allemaal parasieten op afkomen die alleen maar meeliften op de boeken die anderen kopen? Zolang ze de boeken gewoon ook weer doorgeven en niet in hun boekenkast houden, vinden wij dat helemaal niet erg. De vraag is natuurlijk wat de boekhandelaar vindt van al die gratis boekenconsumptie. Het kan best naast elkaar bestaan. Dus ik heb niet het idee dat het gelijk een zakelijk risico is. Je kunt naar de bibliotheek gaan en toch ook af en toe een boek kopen. Dus waarom zou boekcrossing niet kunnen? Wat denk je? Kun je daar nog wel wat van leren? Nou, ik heb al heel veel ervaring hoor. Je had het zelf kunnen schrijven. Ja, dat klopt. Heeft u ook zin in een boek dat al een flinke reis achter de rug heeft? Dan kunt u via onze website doorklikken naar de site van Bookcrossing. Want tenslotte kun je niet vroeg genoeg beginnen met Bookcrossing.